Of is toen dit setje naar de bio toe, hol ik een nice setje op. Geen denken na. Heb er een hek meer door die kwakzalver? Heb ik van die de shovel aanlaat? Ik zol rechtsaf naar de weg. Ik moet hem maar ophalen. Ik haal het ook maar niet vooruit. Ja, echt. Ja, hè? Ja. Letjes! Ahoy! Och, en nou doe ik die mybottom hoog, maar doe die auto nog een klein stukje aansluiten. Hè? Superleuk. En nou doet het verkeer uit. Wat een klapsmaat. Ah, goeiedag, legend. Ah, goeiedag. Wat doe ik hier? Ja, zeker. Nou, mooi werk, ja. Ja. Doe hast het over bakkerij. Dat gedeelte heb ik net niet opgenomen. Wacht hem. Ja? Wat zal nou de woorden van de speaker zijn? Ja, goeiedag, hem. Allereerst even. Vergeet niet op het duim te drukken. Nee, precies. Kijk, Hai, Hornbakje. Nou, als door de luidspreker ten aanzien van wel. Ja, bakkerij. Bakkerij. Ik ga even kijken. Even op escape drukken en mijn kick hem naar het lopende baantje. Ja. En dan scrollen. Bakkerij naar de ballen. Oh, wacht, is dat bovenin dan? Ja, gelijk bovenin. Ja. Brood, taart, missen, eieren. Eieren. Maar voor brood zal je geen eieren nodig zijn, denk ik. Nee, maar die loopt al. Ja, maar we hebben ook al een partij brood verkocht. Juist. Automatisch. Maar een taartje... Dat gaat niet lukken. Dat kan niet zonder een eigen. Nee. Dus, mooi, ik heb hem. Dat dacht ik. En die kun je hier verbouwen. Want sterker nog, brood heeft alleen maar meel. Dat hadden we nodig, alleen maar meel. En dan krijgen we brood. Ja. Nou, kippen kopen. Hoeveel moet we hem? Wat kan daar? Hier ook in daar. 230, 54. We moeten ze niet van nul maand hebben. Dan is, komt nee, er... nee. Moet voor dan al even. We gaan voor 3000 euro kippen kopen. Maar dan moeten ze ook een beetje voeren, hè? Moeten ze een beetje voeren, hè? Zeker. En dan hebben we hier een heel mooi kippetje in loodstone. In de aanbieding? Ja, hartstikke mooi. Die knippert nog. Ja, maar die niet. Die ernaast staat. Die kloos. Ja, dat is eigenlijk een mooi voerkippertje. Oké. Okay. Mooi. Even zien dat we hier ruimte creëren, of niet? Ja. Want er is een die in mijn body is skaten. Onder dak gezet, ja. Ja, in skaten. Onder dak gezet. Ja, ja, onder dak skaten. Keurig droog onder dak neergeplaatst. Ja. Ja, nou ja, goed. Dat ja, oké. Okay. Het is droog onderdak, ja. Ja. Klaar. Zo, dan rie ik even. Hol ik even. Bezorg hem, kennen ze wel hem niet? Dacht ik wel. Moet ik even kijken? Nou, ik meen dat ze door op draaien kan. Ja, volgens mij ook, hoor. Maar ik zal even bij de... Anders hebben we ook daar, hè? Ja, graan. Nou, zorg hem. Klaar. Ik wil er niet hem, dan kiept het weer terug. Ja. Kijk, ze wil niet eens alles hem. Nou, perfect. Nee, hè? Kijk, niet met de koeien. Ja, dat blijft ook 102. Maar meer zal er ook niet in kennen. Oh, dat zal wel niet, nee. Nee. Dan moeten we die andere boerderij kopen. En elke keer door 10 heen, joh. Ja. Wie heeft die MyBody hierin gescheten? Ja, ik. Maar die hoeft er helemaal niet te weten. Nee. Die kan wel naar 45. Oh, dan wil ze gelijk weer oogsten? Ja. Oh, ja. Och, ik rie slingende weg achteruit. In, ja. Praktisch in één keer die kippen weer. Helemaal achterin de hoek. Ja, hè? Onvoorstelbaar. Dat ben pro, jongens. Sorry dat ik het zeg. Ja. Maar Tieners die had net even aan de Rocket League West live op de Twitch channel van Team Sjomp. Ik
Ik heb het gezien, deels. Ik ook. Ja, dat deed hartstikke goed, Simbert. Ja, mooie verzet, tinners. Ja. Oh. Dan wordt dat ook niks. We gaan combine. Ik heb nog niks schil. Ja, dit staat wel een munt aan. Ja. Ja, het is combine haksel naar Dikman. En dus zat de munt draaien. En kennen er ook nog iets of iemand die edibles kreeg? Want dan kunnen we dat ook nog wel ergens heen brengen. Oh, ja. Maar dan kunnen we dat eerst misschien doen. Ja. Ik pak shovel. Doe kiekst. Ja, tegen een meule. Ja, maar dat is dus niet een fabriekje die de edibles verwerkt. Ach, oh, zo, nee. Heb je die shovel nee. Alweer naar de biobras, zeggen? Ja, tuurlijk. Tuurlijk. Anders zijn de shovels wel op de bio's geboren. Eigenlijk hoort door gewoon een standaard een shovel. Nee, nou, ik... Nou, dan voorkomen de rabbels wel. Ja, verkoop ze maar gewoon, hoor. Ja. Zie, hier ben ik. Zie, staat bij zomer 20. Nee, ik zit in Sjelven. Is de keeper al bij dingen in, zeg? Nee, ik ben bij zomer 20. Hij zegt, ik ben al mijn dingen in, zeg. Bam. Hey, eruit. En steeds weer huil je. En die twee loodsen ook zo ver uit kan. Wanneer wat woorden instaan, is ook helemaal geen. Nee! Met zo'n mini vent. Wist je hoeveel jongen! Wist je hoeveel eerabels hier liggen? Dit in 724. Dit bedoelde codes van een week ook. Met een kleine trekkertje voor die ladenwagen. Oh, dat zag ik niet goed aan. Ik dacht dat die 300 pakjes voor die voor mijn bord zag. Dat dacht ik ook, dus ook. Nou, moest even geduld hebben, maar deze bek in dat niet pak. Ah. Of Ries toe dit setje naar de bio toe, hol ik een nice setje op. Geen denken aan. Nee, maar dan blijft door. Ja, nou, op de uitwagen is niet natuurlijk. Accu-wissel niet. Nee, maar ik bedoel dan, blijft er ook een shovel op de bio staan? Ah, dat kan wel, maar dat moet ook aangepast bij Johan. Ja, precies. Dan ben je dan met storm scores, ik kom onderweg. Nee. Oh. Nee, weinig. Is er ook op let? Nee. Weinig. Ja, dat. Nou, er is, ja, een boom... Bij de afslag Roodschaal. Ja, maar doe ik iets verder ook niet naar dakpan? Nee, daar heb ik geen tijd voor. Maar als je binnen een half uur in de Rode School kan moeten, nee, dan kan wel bij andere dingen. Ja, dan moet je zorgen dat Peer staan blijft. Wielladerwerktuigen. Dus even kijken wat wij hier hebben. Een 15 kubus bak waar praktisch alles in kan. Gaan we kopen. Dat zo? Ja, dat is een mod. Heb ik gekregen van de fanserver van Het Broekfarming. Ook zo'n emus vark? Nee, gewoon een bak. Ik had toen twee, die vark die we door hem ook in 15 kuub in. En deze bak in 15 kuub in, maar ook voor verschillende producten, zeg maar. Die hebben we toen gekregen van Broek. Oh, die hebben we toen ook bij die mijnerij, hè? Nee, dat was niet. Nee, die mijnerij, dat was toch niet in Farming 22? Nee, maar... Zou ik hem zo weer... Ja, dit ben Farming 22ers met mods met... Nee, dit is niet diezelfde. Nee. Nee. Nee, joh. Oh, dan krijgen we die loods weer niet leeg, zeker. Oh, dat zat je wel weer. Dat ligt er wel op, maar nee. Ligt er niet op, hoor. Nee. Oh, een hoog kiep, hè? Niet een onderkiep. Ja, maar ik ken hem niet hoog kriegen. Heb ik het over de bak, hè? Ja, leren. Oh, 26 kuub. Moet ik nog meer in met die Klaas? Ja, niet overstaan, denk ik. Doe ik je ook 20 heen. Ja, dat is ook allemaal al bakje. Ja.
Ja, deze kan ik eventueel weer configureren, maar daar krijg je mijn money voor. Dat wordt ook niks. Nee. Lachen. Nou, maar jongens, waarom kreeg ik dit niet leeg? Nee, dat is waar. Er is toch helemaal niks? Nee. Je kreeg ineens 2 naar 1. Het is een voerkippetje. 12.600, dat is niet 1 bak vol. Hij stationeerde er ook nog voor, zeg. Ja. Genieten. Nou. Wat staat er dan? Ik moet verder in, nee, dit is niks. Ik pak die ene wel zonder echo, face nul. Zo, deur open, lekker uitwaaien. Heerlijk dit, jongens. Erabos erin. Ma! Dit geld! Oh! Geld doet een deur open, nou. Ik ga maar geld verdienen vandaag. We zijn even knap aan rit, ik denk erbij de laatste verrakken door. Dit is pure winst. Hoi, daar heb ik. Komt hij ook aan kanaal? Ja. Shit. Tuurlijk waar. Waar is toen lust trouwens? De vlak van de winkel. Ja, en je... de eerste gaat rechts. Ja. En helemaal achter de fabriek. Door die tunnel? Oh ja, door achter. Oh, hier. Of zelfs met de keeper ten die luifel aan. Ja. Maar dan komt dit er lijn niet aan toe. Nee, dat komt er niet aan toe. Zo, gas. Bliksem. Ja. Ja. Dit zijn zware hebels. Ja. Potige piepers. Ja. Hoe is het, Hans? Ja. Hou dan. Ho. Hier op het karm. Kom mooi uren vernoemd en maar kind doen, maar... Greet die wel weer Married at First Sight zien. Oh, is dat Dat is zo'n programma dat de mensen gaan trouwen die Nella nog nooit zien, hè? Ja. Ben je hier een tuinmachine in de buurt? Ja. De wak? Zeg maar. Oh, mooi onderdak. Ik heb niet aan het werd. Ik wil geen naam noemen, maar KS is G. Of was het de L0 in de L? De pijboot moet er net weer, ja. Oh ja. Weer 4.500 euro turn. Kijk. Oeh! Wat is dat? Dit komt niet in de opnoom. Oh. Het ging allemaal zo vloeiend in de hele tijd. Hij is een blokje mee. Ja. Ik hoor een vreemde bijgeluiden hier door de deur heen. Ja, hele vreemde geluiden hier. Ja, mooi. Ja, dikke zwaar. Ja, lekker. Het toetert en het kwekkert. Ja, en als ik nog niet op de map ben, maar als de game aan het laden is op de map, hoor ik kerkmuziek. Kerk. Ja? Ja. Oh, ik niet. Het waait dan storm. Bij mij. Oh? Bam! Weer heel duur. Bam. Jules. Oh, die maaisaaier. Hi, Gil. Bye, jong. Die zijn zo vredelijk in paard. Oh, ja. Wat doe je toe? Wat? De lading. Ik wil toch maar zien waar Ko wegkomt. Oh. Ja. Wat is Ko langskom? Waar doet hij dat in? Zo ging hij naar de winkel, ja. Door die hegen en door achter dat witte gebouw. Ja.
Dat was een stuk beter, ja. Heb er een hekbeer door die kwakzalver? Heb ik vandaag de shovel aanlaat? Oh, missing the boat ook naar to the load scene. To the load scene? Ja, ik nu hier op de load scene. Dat is de komst heel mooi weer voor die andere lusplek voor mij. Wat is dat? Ja, dat is echt. Wat ken je toch? Oh, dit zag ik wel even, ik wil dit ook niet eens weg. Ik vind het zo apart. Het is net alsof toe eenmaal op mijn telefoon een filmpje kijkt dat ik net niet verstaan kan. Zo. Ja. Maar hij is er niet. Tip. Hij is hier niet dan? Nee. Die heb ik ook heel vaak. Maar door inderdaad, door ter hoogte. Links is die boerderij achter denk. Ja. Er is een hele vreemde. Heel vreemd geluid komt er weg. Je schraapt de beton in de vloer weg, maar de heerappel blijft lekker. Ja. En ja, en het is ook niet dat het de mat is. Maar het wil gewoon. We hebben het ook al met endgame baken geprobeerd uit te krabben, wil het niet. Nou, ik heb weer wat gekregen. Rick Waraas, die app me net hebben. Was superleuk met Tina. Volgens mij vond het zelf ook wel schier. Ah, super. Ja, dus ik heb hem reageerd. Ik zeg fantastisch, superleuk dat ze dat even met hem doen was. Hij vindt zulks geweldig. Ja. En elke keer als Rick zei van, zo Tina is knap waak, hè. Ach jongen, dan ik was bij hem toen Rick dat zei. Of van die mooie verzet. Ja, en dan, ach jongen, dan wipte van zijn stoel af. Moest hem, hè, dan kijkt er even naar de telefoon. Nou, moest Rick eens horen wat hij zegt, hè? Zo is wel. Oh, ja. Ja, dat is geweldig. Nou, maar hij deed toch goed? Ja, Matthijs Kim best goed, Rocket League. Maar dat gaat allemaal ook snel. Ja. Goeiedag. Ik zol rechtsaf naar de weg. Ik moet hem helemaal ophalen. Ik ga je er ook maar niet vreten. Ja, echt. Ja, hè? Ja. Oh, hak het nou maar door. Hak het maar door. Want ik zol rechtsaf. Ik denk, ik moet hem helemaal ophalen. Oh, verdorie. Praten. Ja, je kent ook van wachten. Ik had de hele tijd de minimap omhoog staan met de hoop dat ze er niet des kwaan op kwam, Jong. Ik denk, heb ik er even de gelegenheid voor. Oh, nou, daarnaast ook wel. Ja, dat had ik gelukkig, maar dat was net mooi, het spul aan het schoonmaken. En ik had hem ook wel moeten kunnen zien misschien. Hey, zal des kwaan ook makkelijker wijn? Nou, misschien wel. Vreemde draaien allemaal, hoor. Ja, hoor daar. Ja, ik ook wel daar. Ah, sinds klem tegen Paul aan. Ja, dig hem mee. Oh, oh, toe, dit was een hele vreemde halfbloedje straks. Oh, dan hang ik tegen de muur aan. Maar is die trekker ook vele malen groter? Is die school wel in orde? Ja, maar dat is net met die 724. Die is voor mij veel te klein. Die schaal klopt niet. Nee, dat is niet. Zond deze ook. Nou, het is wel zo. Als toen 14 naast een dikke Puma ziet, dan stelt die 14 niet zoveel meer voor. Nee, hè? Dat klopt. Ah, goeiedag. Goeiedag. Ja, motorstraat. Ik ga de lamp ook aan. Oeh. Nou, de heerappels ben opgeruimd. Dit was het einde van de opname, hoor. Ik denk het, Horst.
1 uur ben we nou beter. Dan krijgen we nog net 10 minuten uit, zeker. Redden we dat? Nou, ik moet minimaal 10 minuten hebben, maar anders krijg ik er geen inkomsten van. Nee. Ik weet niet of de mensen de laatste opname is opgevallen, maar ik heb ook meer reclame uitgezet. Oké. Okay. Check, zet anders even in de reacties van ja, klopt, hé, Mus. Ga daarmee door. Of, nou, ik heb er niks van vernomen. Kijk, maar dan. Het is natuurlijk simpelweg wel zo. Het levert nu maandelijks wel iets minder op. Maar ja, je wilt ook niet steeds die reclame. Drudel. Nee, jongen, nee. En als het blijft dat reclame langer duurt dan de uitsturing. Ja, ik vind het bar en boos hoe lang die reclames en hoe vaak die reclames komen. Ja. Ongelooflijk. Er staan wat krumpjes van. Ja, dat kan in de poopmachine eigenlijk, hè? Ja. Maar. Ja, ik knibbel er weer, knibbel, knabbel, knuisje. Ik krabbel weer wat uit het betonnen huisje. Ja? Ja. 63 keer, hè? Ik heb het idee dat we het allemaal hebben gecombineerd. Vertietvulling. Uitsteen moeten. Moet ik dit nog wel weer voortbrengen dan? Jazeker. Ja. Als ik dat nou eens voor die onzichtbare zwin kwak, is dat niet waar? Ja, dat kan ook. Oh, dan moet ik ruggels in, Stee. Ja. Ach, toe lieve. Nou, je gooi alleen maar in die silo bij de zwin. Mag gewoon ooit nog beginnen, dan hebben ze een goede rabbels. Ja, nou, zo is. Ja, ja. Ja, absoluut. Moet ik met deze keeper binnenkomen met die blauwe? Nou, ik kan bijna met combine komen. Dan kunnen we wat in de keeper wil zijn. Ja, ik ben met mijn badkar. Oh! Kloor. Was dat die combine in die schuur 1 of 2? Welk stuk kan er af, zegt u? 45. Zal ik keepers op holden? Ja. Oh, ik zie my body in de minimap. Heel lang recht groen, nee. Mooi. Legend! Ahoy! Waarom? Jongen, zo breed bist u niet. Ik zie die klem tussen een boom en een kees misschien. Een kees misschien. Sorry. Ja, maar nou, ik moet dit wel hebben, hoor. Qua bretten. Ja, joh. Tuurlijk. En er stonden twee ouders te wachten op mijn koppel. Plek. Hè? Is dat zo? Ja, drie. Eén en overkant zelfs. Bah, ik kom even bieden. Nee, teloren. Nee, nog niet. Oh, nee, toch niet? Och, en nou doe ik die maaibod omhoog, waardoor die auto nog een klein stukje aansluiten. Hè? Superleuk. Ik weet niet wat die ouder wil, maar ik bonjour over hem heen. Oh, komt er weer een aan. Stop dan. Jongen, ik veeg die zo de radiateur er weer weg. En nou doet het verkeer uit. Waar een klapsmaat. Ja, ik moet nou de weg ook weer op. Ik denk, ik zet hem hard op mijn weg. Hoor. En ik kon het verkeer niet zo gauw vinden. Hoe kon ze het verkeer niet vinden? Ze hadden vast al meer verweerd dan. Nu komt ze met de lorrenwong, hè? Ja. Oké. Okay. Ja. Slinger waarom, de slinger. Waarom voel ik dit al aankomen? Wat hier gebeurt? Nee, ik heb één slingertje, Mark. Ja, dat geloof ik direct.
Maar die maaibad is zo breed, ik flap dat hoek erop alsof het niks is. Ik kon het eerst mijn haak maar zien. Wacht, wil ik snel een schudder denk maar. Excuses. Oh, geef niks. Ik ben nog met de ladenwagen op paard. Kinderen zo niet. Ik heb geen idee. Nou, pak ik kieper wel even, ja. En dan niks. Ik vind dat sorry dat ik dat zeg, maar dat verf gebeuren met die trekkers en die machine, dat vind ik zo slecht. Ja, snap ook. Ah, die machines, dat zo'n cultivator, daardoor de verf vanaf ga je dan ploeg. Op de slietdeel, prima. Prima. Maar niet de hele vent met hefhamers die wegruimen, dat bestaat niet. Nee. Nee, vind ik ook wel. Dit vind ik zo slecht. Ja, dat vind ik ook. Dan kunnen ze wel ietsje anders, een beetje op de slietdelen, op de vanghoorn wat pakken of dit of dat, maar niet complete hefhamers voor te laten ruiten. Man. Nee. In dat hele verf staat, dat bestaat. Dat, we gaan toch niet elke 14 dagen heen om 9-5, toen al. Nee. Ik vind dit. Het heeft ook totaal geen meerwaarde. Nee, vind ik ook niet. Het is meer ergernis. Oh, drommel, hier zit wel opbrengst hoor, maar nee. Ja. Als je zo'n stukje doen hebt, dan ben je zo vol. Dat is een moord niet trouw. Ah, dat keer 4 miljoen in, hè? Ik wil ook wel op verspreiden, zeg. Ja, maar ook wel maar, joh. Hey, Max en Tinus. Hey, Tax en Minus. Nou. Rick appte mij nog, hij vond het hartstikke leuk samen met jou. Ja. Ja. Zonder me echt gewoon te veel big bags op mijn map hebben. Nee, dat ligt het niet aan. Dat kan niet, jongen. Dat kan. Dat is zo bug-free. Bag-free. Ja, bag-free. En dat ging dus lessen met edit zo mal. Met mijn muus. Oh, ik ben helemaal. Ik heb bijna 2 ooms. Ja, toen wij klaar waren met opnemen. Oh ja, dat waren we vroeg. Toen waren we een uur of 10 uur scheiden. Ja. Nou, toen heb ik nog tot een uur of 11:30 een edit west. Maar dat kwam geen. Ik kwam niet van die plek af, jongen. Elke keer die rut muus die. Ja, daar kwam ik dus heel lood pas achter dat het eigenlijk de muus is. Dat die muus dus dubbel klikte zonder dat ik dat deur had. Oh man. Elke keer weer, dan klikte ik weer een stukje verder in de titellijn. Bam, ging er weer naar het begin van de hele film. Kon je weer helemaal door die titellijn klikken. Oh, ik ben helemaal knettergek van. Ja. Hier, moest maar eens kijken. Wat verhaal ga je zien? Ja, nou doe ik de lijn van de GPS naar links. Moest hij hem op mijn tracker letten. Zie, die klinkt niet vast. Naar rechts gaat er niet dicht. Daar ga je de lijn naar rechts. Ik moet de muus bij de toetsen bij de hond en dan... Bats! Oh, die klapt ook dicht. Ja, dat is een knal. Ik heb de deur gewoon staan aan de open, maar dat komt meer van de airco. Nou, ik vind sowieso eigenlijk die GPS-mod die is nog lang niet fris. Sowieso niet. Nee, sommige automatische breedtes klopt niet. Dat is ook nog zo. Dat is een update van de GPS. Oké. Okay. Nou, we door zo over hem broek. Misschien moeten we dat toch even een keer uitvoeren. Ja, dat moet hem in de observer. Ik zit first person mooi om in mijn bot te loeren. Christen maar een half van af, maar wat? Was wel het idee nog even. Ja. Poorboontjes nog, maar ik moet die verrekte kiewer al leggen. Dus doe aan mijn en weer met de kiewer. Jawel, wat moet er dan? Ja, ik breng het maar thuis in je silo. Oh, hij nog niet vol, ja.
Nee. Zet maar een snitje. Nou, hier riep maar om het piep, want dat snitje is zo gevuld. Oh. Dan moet je dat pijp wel los doen, ja, hè? Ja, ik heb hem even knopje ingedrukt. Prachtige beelden, jongen. Haikil. Fantastisch. Och, toelieve. Machtig. En dat ding één keer rolt, daar is er maar een fik, hè? Er is niks mis. Nee. Neemst u mijn bad weer naar huis of zal ik gewoon deze metnemen? Zal ik hem al metnemen? Nou, dan vinden we het eerst goed, denk ik. Dan, Ja, toch? Ja. Het is ook al... 22 bijna op 22. Nou. Ja, en door. Hoeveel tweede keer over 200 jaar, dan krijg je er één bij. Ja. En is het ook al 22 seconden over 22 uur 22? Nee, het is 22:21, hè? Ja. Moet ik ook nog op het duim drukken? Hoe is dat eigenlijk? We holden eerst met de opnames op. En dit zal een donderdagje worden dat er online komt. Het is nou donderdag. Komt hij om 12 uur online, denk ik, tussen de middag. Kijk. Dan is het om 12:30 mooi bekeken, denk ik, ja. Denk ik wel. Ja. En dan zou ik zeggen, druk de duimen nog helemaal op en geniet nog even van een mooie donderdagmiddag. Zo is het. Ja, toch? En anders, kan ook bij de donderdag pas zien, geniet van een vrijdag. Ook nog. Jongens, hartstikke goed. Dan zou ik zeggen, tot de volgende keer. En mooi. Mooi.